De stakingen van de leerkrachten zijn niet de oorzaak van de slechte examenresultaten. Dat zegt Wilgo Valies, voorzitter van de BVL en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, de ALS. Tijdens een persconferentie vandaag heeft Valies zijn misnoegen geuit over de aantijgingen van minister Robert Penneu van Onderwijs dat de stakingen de oorzaak zijn van de slechte examenresultaten. Hij zegt dat de stakingen het gevolg zijn van het niet nakomen van de afspraken die de overheid had gemaakt met de bonden. Daarnaast zijn er ook andere factoren, zoals het slecht beleid van het ministerie, die hebben geleid tot dit resultaat. Valies vindt het belangrijk dat de samenleving weet dat de acties van de ALS en de BVL niet van de een op de andere dag zijn gekomen. Dus die samenleving moet begrijpen, wanneer de regering het, het heeft over de acties zijn, vanwege die acties zijn resultaten zo slecht, dan is het duidelijk dat je niet zomaar actie voert, maar dat er zeker daarvoor een aanleiding is. Dus het is goed dat de mensen weten dat toen we met die actie begonnen, dat we 7 dagen lang acties hebben gevoerd, waren op straat. Ik hoop dat u dat niet vergeten bent. Totdat op een gegeven moment naar de assemblee zijn gegaan en toen begonnen ze schoorvoetend de vakbond uit te nodigen met allerlei voorwaarden. En u begrijpt, wij gaan niet alles accepteren en als het nodig is dat we hard tegenaan moeten gaan, dan zullen we dat ook doen. Ja? Dus laat dat voor ieder duidelijk zijn. Valies geeft verder aan dat landelijk honderden leerkrachten die verbonden zijn aan de ALS en de BVL een in gebreke stelling hebben ontvangen van het ministerie van Onderwijs. Daarin is opgenomen dat er tuchtmaatregelen zullen worden getroffen tegen de leraren, omdat ze op 28 en 29 juni een bondsvergadering hebben bijgewoond. De onderwijzers kregen de in gebreke stelling afgelopen vrijdag. Valies zegt dat dit niet kan. We bereiden ons voor op alle mogelijke stappen en het kan van alles variëren, maar in ieder geval, we gaan dit niet accepteren. Daarom is het van belang dat we onder andere de ILO, Education International, op de hoogte zullen stellen dat wanneer de mensen gebruik willen maken van hun grondrecht, dat ze daarbij gehinderd worden en daarnaast worden ze gestraft. En u begrijpt dat het zeer vergaand is. En mijn punt is, als de overheid of als het ministerie of als de regering wil dat er een stukje rust komt in het onderwijs, dat de mensen zich gaan bezighouden met, met het onderwijs waarvoor ze zijn aangetrokken, dat ze nu worden geconfronteerd met een keiharde aanval op de leerkrachten. En ik geef u nog dit, dat deze overheid onbetrouwbaar is. U weet allemaal dat op 10 mei we een brief hebben gehad van de VP en dat was de aanleiding om die acties op te schorten. En in die brief was expliciet aangegeven dat er overleg zou gaan plaatsvinden met de vakbond. Tot op dit moment is er geen overleg geweest. Tot zover Wilgo Valies, voorzitter van de BVL en de ALS. Hij zei vandaag op een persconferentie dat de stakingen van de leerkrachten niet de oorzaak zijn van de slechte examenresultaten.